Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video van een passiefinkomen.nl. Ook deze maand gaan we opnieuw 250 euro investeren in een nieuw aandeel. Aan het einde van de video gaan we de aankoop doen en gaan we ook kijken hoe het portfolio eruit ziet. Want we hebben nu geloof ik uh, voor de zesde keer wordt dit dat ik 250 euro investeer. Dus hoe staat dat portfolio? Hoe staan die aandelen daarvoor? Maar voordat we dat dus gaan doen, gaan we natuurlijk eerst kijken welk aandeel heb ik voor deze maand gekozen? Welk aandeel wil ik gaan kopen? Maar vooral ook waarom heb ik dit aandeel gekozen? Waarom vind ik dit aandeel interessant? En het aandeel voor deze maand is de Trade Desk met ticker TTD. Dit is een aandeel dat ik al langer eigenlijk een beetje op mijn watchlist heb staan dat ik in de gaten wil houden. Alleen heel lange tijd is het ja, eigenlijk niet uh, mogelijk geweest om het toe te voegen. Dus kijk, in zes maanden geleden ongeveer stond het aandeel nog op 1000 dollar per aandeel. Nu is het 60 dollar per aandeel en is in ieder geval ja, genoeg genoeg. Uh, gedaald in principe de koers zodat we het kunnen kopen, dat we het kunnen toevoegen ook aan ons portfolio. En over toevoegen aan het portfolio gesproken: ik koop mijn aandelen en ETF's via de Giro omdat ze een breed aanbod hebben en ook lage kosten, waardoor het ook een goede broker is als je wilt beginnen met beleggen. Nou wil je meer informatie of wil je gratis een account openen bij de Giro? Maak dan gebruik van de link onder deze video. Maar hoe kan het dat een aandeel wat eerst een half jaar geleden 1000 dollar was en nu nog maar 60 dollar? hoe kan dat zo ver gedaald zijn en als het al zo ver gedaald is is het dan nog wel interessant om toe te voegen? Nou, ik denk van wel. aan de ene kant heel veel tech aandelen die zijn natuurlijk de laatste maanden uh, minder populair. Dus je hebt te maken met de angst voor de inflatie en de angst voor oplopende rente waardoor juist dit soort aandelen minder interessant zijn. zeker de aandelen waar eigenlijk de winst vooral in de toekomst ligt. daarnaast viel ook de laatste twee kwartaalcijfers wat tegen. in ieder geval de analisten hadden het hoger verwacht. het waren goede op zich Prima kwartaalcijfers, alleen de analisten hadden het hoger ingeschat. Dus ook op dat gebied, op die reden, werd het aandeel een beetje afgestraft. Maar we hebben vorige week ook een aandelen splitsing gehad van 10 tot 1. Nou, het werd aangekondigd op 11 mei, bij toen de koers van dus 500 dollar. Inmiddels is het aandeel 20% gestegen, zeker ook door die aandelen splitsing. En misschien dat er nu ook alweer een aandelen splitsing, of in ieder geval een daling zal komen nu de aandelen splitsing is geweest. Dat hebben we namelijk al vaker gezien. Dat zagen we bijvoorbeeld bij Tesla gebeuren. Ook daar zagen we op het moment, eigenlijk de dagen of de week nadat de aandelen splitsing was geweest, dat de koers daalde. En ook bij Apple zagen we eigenlijk hetzelfde beeld. En dat heeft er vooral mee te maken dat, kijken we nu weer wederom naar de trading desk, dat eigenlijk um, ja, sinds dat het bekend is geworden, naar dus wanneer het dus daadwerkelijk is geweest, stijgt het 20%. Waarom? Nou het aandeel voorheen was dus 500 dollar, werd toen eigenlijk al... Uh, als je die koers dan gaat kijken, gedeeld tot 10, 50 dollar. Dus het aandeel wordt stukken interessanter voor heel veel mensen, ook voor ons. Want met een budget van 250 euro in de maand kunnen we dit aandeel van tevoren niet kopen. Maar nu de aandelen is geweest, kunnen we het wel toevoegen aan ons portfolio. En zo zie je ook wel dat de verwachting is dat meer mensen het zullen gaan kopen. En alleen daarop al stijgt de koers. Maar zoals gezegd, waarschijnlijk zal die misschien op de korte termijn wel weer gaan dalen. Is geen zekerheid, maar wel iets waar we rekening mee gaan houden. Maar wat is nou eigenlijk de trade desk? Nou laten we dan de laatste kwartaalcijfers pakken om een, beter, ja, een beetje een beeld uh, en een actueel beeld ook vooral te krijgen van het bedrijf. Het is een bedrijf dat een advertentieplatform aanbiedt, waarbij de meeste klanten vooral grote uh, advertentie zijn en techbedrijven zijn. Dat doen ze al sinds 2009 en sinds 2013 zijn ze winstgevend. Dat is ook wel een belangrijke voorwaarde voor me. Ik wilde nu weer een aandeel toevoegen met wat meer risico, um, maar wel een beetje een gewogen, een goed afgewogen risico, zeg maar. Dus je hebt heel veel tech die hoog gewaardeerd is en waar de winst in de toekomst ligt. Maar bij de trade Zien we dus eigenlijk dat het een techbedrijf is dat al jarenlang winst maakt? Dat zagen we ook in 2020. Ze hadden een omzet van 836 miljoen en een winst, een netto winst van ongeveer 300 miljoen. En gaan we verder kijken naar die cijfers, dan kijken we vooral even eerst naar de omzet, dan zien we dat die de laatste jaren hard stijgt, van 200 miljoen in 2016 naar meer dan 800 miljoen, dus afgelopen jaar, oftewel vier keer zoveel in de afgelopen vijf jaar. En dat zien we ook aan de groeipercentages, van eerst nog 50%, afgelopen jaar zo'n 25%. Waarbij vorig jaar natuurlijk ook wel wat lager uitviel vanwege corona. En dat er om die reden dus minder geadverteerd werd. En over advertenties gesproken, want daar gaat het nu natuurlijk om. Hoe zit het met die advertentiemarkt? Nou, als we gaan kijken naar de totale advertenties, de hele markt. dan gaat daar 725 miljard dollar per jaar in om. Dat is enorm veel geld. Maar dat is ook wel weer logisch, want de hele dag worden we met advertenties eigenlijk geconfronteerd. Denk aan tv, zeker nu met het EK. We zien dat ook hier uh, via tv, trouwens, 230 miljard per jaar wordt uitgegeven aan deze advertenties. Dus een heel belangrijk en groot gedeelte van advertenties zien wij via de televisie. Maar denk ook aan display-reclames op borden, bijvoorbeeld, goed voor 50 miljard. En natuurlijk ook online, via Google, via Facebook, nu via YouTube, waarschijnlijk ook wel regelmatig advertenties. En ook dat zijn bedrijven die. Ja, best wel op advertenties afhankelijk zijn. En daar worden ze dus echt vele miljarden aan uitgegeven. En het platform van de Trade Desk zorgt ervoor dat klanten ja, deze te zien kunnen krijgen. Er zijn 500 miljard advertentiemogelijkheden per dag via het platform. Want de Trade Desk kan de advertenties tonen eigenlijk op verschillende locaties. Dus uh, zoals bijvoorbeeld Connected TV, het mobiel, via video's, bij audio's, dingen die je... Ja, luistert in dit geval, of gewoon via social media. En dat doen ze door te bouwen aan wat ze noemen een data warehouse. Ze maken eigenlijk aan de ene kant gebruik van third-party data, dus van een externe bron. Vervolgens ook van hun eigen platform hebben ze data opgehaald. Ook die gebruiken ze. En dat combineren ze met de klantdata die de adverteerder eigenlijk al heeft, of in ieder geval de agency of het techbedrijf al heeft. Bijvoorbeeld data die dat bedrijf dan weer in hun CRM heeft staan, in hun klantensysteem heeft staan. En die gegevens die koppelen ze samen en dat zorgt ervoor dat ze de juiste advertentie waarschijnlijk kunnen tonen aan de juiste persoon. Als we daarover spreken hebben we natuurlijk al vaak meteen over privacy, want dat is waar we aan denken als we aan online advertenties en aan tracking cookies denken, dan komt ja privacy al snel naar boven. Apple is er nu de laatste tijd heel erg veel mee bezig, ook om het onmogelijk te maken in de nieuwe versie van iOS, of in ieder geval een stuk lastiger te maken. Facebook is zo'n bedrijf dat van advertenties afhankelijk is, die klaagt natuurlijk al. Ook Google wordt wel een ja, beetje gedwongen, onder andere door de wetgeving, uh, om met een andere manier te komen van tracking. Zij noemen dat, geloof ik, dat nieuwe systeem Flock, maar daar is ook wel weer ja, wat weerstand tegen. En de Trade heeft een open source uh, technologie ontwikkeld, of ja, mee helpen maken. Uh, die is genaamd Unified ID. Het is een systeem dat e-mailadressen omzet naar anonieme ID's. En hierin werken dan heel veel bedrijven vanuit alle kanten van de markt al mee. Het lijkt een goede vervanger te gaan worden. Ook hier hebben we natuurlijk nog te maken met privacy. Maar wel steeds meer partners die zich aansluiten. Dus zeker interessant wat betreft dit bedrijf. En daarover gesproken laten we gaan kijken naar wat de kansen zijn voor de trade desk. Nou, ten eerste wat zij zelf zeggen, ligt er een grote kans bij CTV, wat staat voor Connected TV. Dat zijn in principe alle tv's die op het internet zijn aangesloten. Nou, tegenwoordig, elke tv die je koopt, is geloof ik wel een beetje smart TV. Dus alle tv's vallen in die doelgroep. En de Trade Desk zegt namelijk dat de toekomst van tv gebaseerd is op advertenties. De kosten van advertentievrij zijn te groot voor de consument, zeggen zij. Nu heb je bijvoorbeeld Netflix en dan heb je dus geen advertenties, maar daar betaal je wel 10 tot misschien wel 15 euro per maand voor. En dat is leuk, dat is goed te doen, maar als je ook nog eens Disney, Amazon, Videoland en weet ik nog... Hoeveel andere aanbieders er zijn. Als je die ook allemaal op deze manier zou willen hebben zonder advertenties. Ben je vaak al misschien wel 100 euro in de maand kwijt. Nou, dat is niet te doen. Tenminste, ik zou het niet aanraden. Ik zou het zelf niet eens doen. Dus ook heel veel consumenten gaan dat niet doen. En het lijkt er daarom op dat veel platformen of korting gaan geven. Of misschien zelfs wel helemaal gratis worden. In combinatie met het tonen van advertenties. Een beetje dus zoals je nu hier op YouTube hebt. Je kunt in principe gratis deze video kijken. Maar tijdens deze video zal YouTube wel advertenties plaatsen en het voordeel is dan dat het platform ja, veel meer weet over je um, wat je leuk vindt waar je naar kijkt en de advertenties die dan er komen die kunnen ze dus ook afstemmen op jou dat is niet het geval met waar je nu naar de gewone televisie gaat kijken naar lineaire tv zoals bijvoorbeeld rtl of sbs dat zijn advertenties reclameblokken die in heel nederland waarschijnlijk nog hetzelfde zijn er is volgens mij wel iets ja aan de gang ze dus kunnen dat wel iets personaliseren maar veel anders dan het platform van de trade desk en kijken naar de verwachtingen voor de Amerika voor de Verenigde Staten de komende jaren dan zien we eigenlijk dat daar de budgetten voor reclame op tv ongeveer zo rond de 70 miljard blijven hangen dat is voorheen voor corona nog wel wat gegroeid maar nu stagneert het een beetje en CTV oftewel connected TV die zal de komende jaren groeien naar bijna 9 miljard nou dat betekent dat CTV nog enorm kan groeien want advertenties worden ja, dus zoals gezegd afgestemd op de kijker. En dat heeft veel meer toekomst natuurlijk. Want jij wilt liefst je advertentie precies tonen aan degene waarvoor die ook eigenlijk bedoeld is. Die je eigenlijk al wilt bereiken. En als je kijkt naar het verschil tussen die 70 miljard of 9 miljard. Dan is wel de verwachting, niet van mijn verwachting, dat die 70 miljard langzaam of misschien in wel heel snel zal afnemen en dat is juist het budget wat daar vrijkomt naar die CTV gaat. En dat is eigenlijk ook al iets wat we zien gebeuren bij een concurrent zeg maar, van de Trade Desk, genaamd Roku. Ook een bedrijf dat eigenlijk een platform aanbiedt. Ze hebben de hardware, ze hebben de software, maar ze hebben ook de mogelijkheid om advertenties te tonen en dus eigenlijk content aan te bieden door middel van ja, advertenties die ervoor en tijdens worden afgespeeld. en op die manier in ieder geval geld te verdienen. Maar kijk ook even naar de cijfers van de Trade Desk. en dan um, doen we het op hypercharge. Zet ik hem even over naar annual, oftewel jaarlijks. Dan zien we nu dat de koers dus ongeveer rond de 61 dollar zit. En dat de laatste cijfers van Q1 nog zijn bijgewerkt. Nou, we kijken ten eerste naar de, de revenue, naar de omzet. De omzet in het blauw. We zien die de laatste jaren telkens goed toenemen. We zien ook de uh, bruto winst goed toenemen en vervolgens de netto winst, die blijft wel ja, ver achter, maar ook daar zit wel een stijgende lijn in. Dus we zien dus dat de afgelopen tijd uh, zeker wel winst wordt gemaakt en dat ze ook best wel een goed, um, ja, goede, goede marge maken op wat ze aanbieden. Is natuurlijk ook wel logisch, want als ze eenmaal uh, investeren in de platform en de platform staat er, dan is het heel, heel erg schaalbaar. Dat is het voordeel van techbedrijven, van softwarebedrijven. Kijken we naar de net inkomen oftewel de de winst die ze maken, nou, dan zien we dat die afgelopen jaar ja, heel erg goed verbeterd is, ondanks corona dus. Um, kijken we naar de marges die ze maken, ook die namen afgelopen jaar een klein beetje toe naar bijna 80% uh, bruto marge. We zien hier ook de profitmarge, oftewel de winstmarge toenemen naar bijna 30%. Dus ook daar is op zich wel goed, zit een stijgende lijn in. Ze hebben wel veel meer uitgaven, vooral nog heel veel ook in de R&D, dus het het verbeteren van hun platform, uh, extra aannemen van personeel. Dat zijn kosten ja, die moeten ze moeten maken om het platform nog beter te maken. Maar zoals ik zeg, het is wel een platform wat schaalbaar is. Dus misschien een verdubbeling in de kosten... is misschien wel drie, vier keer zoveel in opbrengsten uh, die het met zich meeneemt. Dus daar zit wel een positieve lijn in. En dat zien we eigenlijk ook wel in de groei. De groei neemt al wat af. Maar dat is op zich vaak wel logisch, want... Het is makkelijker om zeg maar, van 10 naar 20 te gaan dan van 100 naar 200. Het is allebei een verdubbeling. Alleen van 100 naar 200 is in één keer wel een stuk meer. Dus langzaamaan zal het percentage van de groei wel wat afnemen. En zeker ook vorig jaar, dus met corona. hebben we eigenlijk wel te maken gehad dat bedrijven vaak um, ja, even wat terugschroefden op advertenties. Zeker misschien online advertenties wel. Omdat ze misschien niet de klanten hadden die naar de winkel konden komen, niet de klanten hadden die bereid waren het geld uit te geven of iets nodig hadden. Dus vaak zul je zien dat bedrijven om dan um, ja, snel kosten te besparen al vrij snel aan een advertentiebudget terug gaan draaien. Dat geeft misschien wel een beetje een vertekend beeld, maar we zien hier wel een, een daling. Maar zoals gezegd, procentueel gezien een groei van 30, 40% is nog steeds gewoon heel erg goed. En kijk er tenslotte naar de cash die in het bedrijf zit. Nou, dan, dat zien we ook Gedurende de jaren toenemen. Nu hebben ze nog genoeg geld ter beschikking, wat ze kunnen gebruiken om vervolgens dus weer hun platform nog verder te verbeteren. en juist de groei ook de komende jaren nog mogelijk te maken. En laten we ook even gaan kijken naar wat analisten verwachten van het aandeel. waarbij we al meteen zien dat de splitsing van vorige week nog niet overal verwerkt is. TipRanks laat namelijk een koersdoel zien van bijna 700 dollar, oftewel. 69 dollar na de aandelen splitsing. 13 analisten hebben het aandeel beoordeeld en 10 daarvan geven een koopadvies. En kijken vervolgens naar Seeking Alpha. Ook daar zien we dat de gemiddelde koersdoel van net geen 69 dollar is op basis van 19 analisten, waarvan slechts 1 analist een verkoopadvies geeft. En loggen we vervolgens in op de Giro. Kijken naar het portfolio dat we tot nu toe hebben opgebouwd. Ik heb zojuist uh, de nieuwe 250 euro gestort. Dus we hebben 263,30 euro in de vrije ruimte staan. Maar laten we eerst even het portfolio gaan bekijken. Dan zien we hier uh, de aandelen. Vorige maand heb ik Corsair gekocht. Die staat inmiddels. Um, 0,45% in de plus. We zien hem nu vandaag een klein beetje in de min gaan. Kijken we naar Corsair trouwens. En dan de afgelopen maand, dan zien we wel iets aparts. We zien namelijk echt een flinke piek. Want ja, we kochten het hier inderdaad rond de. 31, 32 dollar. Het is naar 36 gegaan, maar dat had alles te maken met de bekende meme stocks. Dit was een van die aandelen die toen op zo'n dag gehyped werd, geloof ik door Reddit opnieuw. Um, na de hand zijn we ook weer vrij snel dus weer gedaald. We hebben niet kunnen profiteren. Ik heb hier niet verkocht. Um, dus dat zien we wel gebeuren. Was in ieder geval opvallend. Kijken we bij de rest, dan zien we eigenlijk dat we overal een klein beetje in de plus staan. Ook Merck Co. Um, dat was echt meer een dividendaandeel, uh, meer zekerheid. Een, een farmaceut, Microsoft 11% in de plus, iShares uh, MCI World 9% in de plus, en de semiconductors ETF van VanEck staat ook zo'n 8% in de plus. Dus dan zien we wel dat het geld dat we tot nu toe hebben ingelegd, dat we daar iets meer dan 60 euro uh, rendement op hebben gemaakt de afgelopen. Vijf maanden, zo te zien, vijf aankopen gedaan. Maar dan gaan we dus nu eigenlijk kijken naar het aandeel van uh, deze week, of deze maand, zo moet ik zeggen. En dat was de trading desk, zoals ik gezegd heb, TTD. En dan zien we hier bovenaan, dat is ook hetgene waar ik voor zou kiezen. De trade desk, en dan op uh, de NASDAQ. Dus dat is het aandeel. En dan zien we inmiddels dat het vandaag al 2% in de min staat. Dus kijken we even het aandeel op Trading View. Dan zien we dat hier natuurlijk hetzelfde staan: 2% in de min. We kijken een beetje Apple ook wel in de min, Microsoft in de min en ook Tesla in de min. Dus het heeft zeker ook wel te maken met de beurs. Dat het misschien daar iets minder mee gaat met de tech-aandelen. Want de SP 500 staat wel net in de plus met 0,3 procent. Dus het lijkt wel een beetje daaraan te liggen. Maar laten we een beetje inzoomen. We zien dat hier op dit moment openen de beurs. En in het eerste kwartier. We zien ook dat het vandaag 21 juni is. Dus het is eigenlijk zo'n. Uh, anderhalf uur, een uurtje voordat deze video online komt. En meteen in het eerste kwartier gaat het aandeel dus al 2% onderuit. Zoals gezegd, zal met de beurs te maken hebben. Maar denk ook zeker met het feit dat het aandeel dus. Um, ja, een beetje terugvalt. Na de eerdere. ja, koersstijging sindsdat. de earnings zijn geweest. En dus de aandelen werd aangekondigd. En de daadwerkelijke aandelen splitsing was. Die dag werd het nog in het groen. Daarna zien we eigenlijk vooral dat het telkens in de min gaat. En als we gaan kijken naar de dagen. Dan is het de groene dag, dat was de aandelen splitsing, gevolgd door twee rode dagen inmiddels. Dus ik denk, wat ik eerder al aangaf, ik verwacht dat het nog iets verder gaat dalen. Hoeveel precies, weet ik niet. Ik denk dat hier ergens een beetje uh, een, een steun of een weerstand komt. En hetzelfde geldt rond deze. Dus ergens in dit gebied ga ik de komende dagen. We verwachten dat daar de koers naartoe gaat en wil ik dan het aandeel kopen? Zoals gezegd, ik heb het geld al wel vastgestort bij de Giro, maar ik ga op dit moment nog niet de aankoop doen. Maar dat is dus wel iets wat op de planning staat. Dus laat ik het aandeel bij de Giro ook meteen maar even als favoriet aanmerken. Dat bevestig ik, kan ik hem altijd makkelijker vinden. Ook voor jullie is het misschien makkelijk om dat alvast te regelen. Um, en dan gaan we gewoon even wachten. Kijken wanneer het juiste moment komt. Het is natuurlijk moeilijk om te zeggen dat het met zekerheid gaat dalen de komende tijd. Ik verwacht dat wel, maar ja, dat is geen zekerheid. Het is ook heel lastig om een aandeel eigenlijk te timen. Dat gaan we in dit geval wel proberen. Maar waarom ik dat in dit geval wel doe, dat heeft juist met die aandelen splitsing te maken. Dus laat ook vooral weten wat jij ervan denkt. Wat verwacht jij van het aandeel? Wat, ten eerste, wat denk je van het aandeel? Maar wat verwacht jij over de koers? Gaan ze nog een beetje terugvallen vanwege die aandelen splitsing of juist niet? Laat dat dus vooral weten in de reactie onder deze video. En dan zijn we daarmee aan het einde komen van deze video. Iets anders dus dan dat we normaal hebben, omdat ik dan normaal meteen een aandeel koop. Maar zoals gezegd, dit is een iets andere situatie. Ik weet niet of ik het juist heb, maar ik denk in ieder geval nu op dit moment dat dit het beste is om dat op deze manier toe te passen. Wel een aandeel dus dat ik interessant vind. En Ga vooral ook zelf onderzoek doen. Ga kijken of het bij jou past. En of het iets is om ook aan jouw portefeuille toe te voegen. Maar dat was het dus voor deze video. Hopelijk vond je het een leuke, interessante video. Als dat het geval was, geef dan zeker even een duimpje omhoog. En wil je meer van dit soort video's zien, maar ben je nog niet geabonneerd op het kanaal? Doe dat dan onder deze video om nooit meer een video te missen. Nogmaals bedankt voor het kijken en hopelijk tot de volgende video.